Het is nog koud vanmorgen in natuurgebied De Groene Ster in Leeuwarden. Zij kan hier heerlijk vertoeven. Hij iets minder. Het heeft allemaal te maken met dit festival, Sci-Fi. Vorig jaar werd het voor de tweede keer gehouden, maar het festival heeft er letterlijk een zootje van gemaakt. Want waar het gras hier ooit groen was, is het nu bagger. Dagenlang werd hier het festival gehouden. Bezoekers konden overal kamperen en de organisatie sloeg her en der palen in de grond voor steentjes of podia. De Stichting Groene Ster Duurzaam is nu druk bezig om te voorkomen dat het festival voor een derde keer georganiseerd kan worden. Want dat zou de doodsteek zijn voor het natuurgebied. Het is een van de weinige stukjes veen in de gemeente Leeuwarden. Het grootste deel van de gemeente Leeuwarden ligt op zand en klei. Daar kun je van alles op doen zonder dat het schade oplevert. Maar de veengrond, als je daar met zoveel zwaar materiaal en feestgangers doorheen gaat, dat klinkt in, dat zakt in. En dan zie je achter mij dat het water erop blijft staan. En dan kun je er niks meer mee. Ook de eenvoudige recreant die hier doorheen wil wandelen of op het gras wil liggen, dat wordt hem niet. Triest. Heel triest. De stichting adviseert de gemeente Leeuwarden nu om geen vergunning af te geven voor dit jaar. En dat doen ze niet zonder reden, want de schade is waarschijnlijk definitief. Nou, daar hebben we een deskundige die daarna aan het kijken is, maar ik ben daar wat somber over. Uh... Dat water dat krijg je niet weg. De grond is ingeklinkt, Dan moet je het weer ophogen, maar dat wordt een hele kostbare zaak om dat voor het hele terrein te doen. De schade is definitief. Nou, daar lijkt het wel op en in ieder geval rijdt het de andere festivals ook in de wielen. Hè? Want zie jij hier over uh, twee maanden Promised Land gebeuren of over vier maanden Welcome to the Village? Ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Sci-Fi heeft inmiddels een vergunning aangevraagd voor dit jaar en de gemeente heeft die aanvraag in behandeling genomen. In een reactie laat de gemeente Leeuwarden weten dat de stukken ingediend zijn volgens afspraak en binnen de daarvoor gestelde termijn. De gemeente heeft nu acht weken de tijd om te beslissen.